en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is donderdag vandaag en vandaag ga ik dus naar mijn afspraak voor de nieuwjaarsreceptie. Daar is vandaag een vergadering alvast over en daar ben ik bij. Daarom ben ik ook lekker vrij. Vandaag niet te werken, ik heb al een lekker weekend. Morgen ben ik ook lekker vrij. Dus ik ga zo de geleende auto instappen en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo! Zoals jullie er net al zagen, mijn autootje is weer terug. Hij is weer gerepareerd. Ik heb de andere weer teruggebracht. De tijdelijke leenauto heb ik teruggebracht en mijn eigen autootje is weer terug hoor. Het heeft wel een hoop gekost. Maar ja, een auto heeft nou eenmaal onderhoud nodig. En ja, af en toe moet dat wel eens gebeuren. Hè? Af en toe heb je wel eens dat er wat kapot gaat. En dat er de dingen vervangen moeten worden. Dat was nu al een tijd niet gedaan. Dus in ieder geval heb ik mijn autootje weer terug. Nou, ik ben vandaag naar de soort vergadering geweest. Was hartstikke leuk. Ik krijg 15 minuten spreektijd om een pleidooi te houden over mijn kanaal. Hartstikke leuk. Hartstikke gaaf. Kijk er best wel naar uit. Lijkt me best wel leuk om eens wat te laten zien aan de mensen. Ja, wat ik zo allemaal doe en hoe ik mijn kanaal onderhoud. Wat voor video's ik erop zet. En ja, hoe dat precies allemaal in zijn werking gaat. Lijkt me best wel leuk. Verder kijk ik, ja jongens, nog 2 dagen, hè? Nog 2 dagen en dan is het zover hoor, de mini-meeting in Arnhem. Ik heb er echt ontzettend veel zin in, ik kijk er echt ontzettend naar uit. Voor mij mag het al zaterdag zijn. En ja, nou, mijn autootje weer gemaakt is, ga ik lekker met mijn autootje, met mijn eigen autootje lekker weer naartoe. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben benieuwd wie er allemaal komen en of dat er iemand komt. En, maar ja, dat gaan we vanzelf wel zien. Er komt in ieder geval een vlog van mijn bezoek aan het Openluchtmuseum. En Joost zal er zijn en Kevin zal er zijn van de BV. Nou, ik ga nog even lekker verder computer hier. Daar was ik net mee bezig. En ik had al een stukje opgenomen daarnet. Maar dat was niet goed, want toen ging ineens de telefoon er doorheen. Dus toen moest ik ineens neerleggen. Dus ik heb alles opnieuw gefilmd. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is nu 3 uur. Nee, 3:30 al. Het is al 3:30. Dus ja, vandaag. Het was in ieder geval was het heel geslaagd. En ik heb nog even met de begeleiding. Zijn we nog eventjes een eetgelegenheidje in geweest. En hebben we nog even wat gedronken en nagebabbeld. Was wel hartstikke gezellig. En ja, hartstikke leuk. Moeten we vaker doen. Nou, ik ga het er weer even neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, het is 6:00 en ik ga zo een hapje eten. Wat gebeurde er nou? Voor mij viel er wat op de grond. We gaan eens even kijken, wat gebeurde er nou allemaal? Kijk eens, daar heb je de dader al. Daar heb je Boquito. Ik hoorde al iets vallen. Ik denk, volgens mij is er weer een boefje ontsnapt. Hé, Boquito? Lekker ouwe poes. Ja, ouwe poes. Hé, hey, ouwe poes. Hallo, ouwe vriend. Ouwe Driepie en Boquito vriend. Lekker ouwe poesen, man. Hé. Hey. Wie op de vlog? Boquito op de vlog. Ja. Nou, willen jullie een vlog van Boquito en Dribbel? Laat even in de reacties even een berichtje achter als jullie weer een vlog willen van hem. En van hem. Ja, Driepie. Driepie die denkt bij zijn, nou het zal allemaal wel. Ik leg lekker op mijn gemakkie. Dus vandaar. Hey, wat gebeurt er nou? Hey. Hé, hey, klepjes omhoog. Zo, dat ziet er natuurlijk beter uit. Maar, even alle gekheid op een stokje.
Even wat serieuzers. Ik weet, jullie kijken deze vlog pas een week later. Want ik upload mijn vlogs altijd een week later. Er zit altijd een week tussen. Maar het is vandaag 12 oktober. En ja, ik wil toch het melden. Vandaag is de dag dat Anne Faber gevonden is. Het meisje is al enige tijd vermist. En ja, ze is vandaag gevonden. Ja, overleden natuurlijk. Er is een dader die zit vast. En ja, het meisje is nu gevonden. Hij had toch de plek later verteld waar hij het meisje achtergelaten had. En dat was in Zeewolde. En daar is ze nu gevonden in een natuurgebied. Ja, vreselijk. Het is echt, ja. Het is echt iets wat, ja, als je als ouder hartverscheurend. Als je zoiets als ouder meemaakt, verschrikkelijke periode, breken er voor die mensen aan. Ik wou in ieder geval zeggen, ja, alle oprechte condolences en heel veel sterkte. Het is toch, ja, het is toch wel iets vreselijks als je dit moet meemaken bij je dochter. Ik was er al bang voor. Ik dacht ook al dat ze niet meer levend gevonden zou worden. En ja, dan komt toch de bevestiging dat ze inderdaad overleden is. En ja, dat is even moeilijk. Ik schrok er toch wel weer even van. Dus bij deze. Ja, wat moet je daarop zeggen? Ja, het is heel moeilijk. Heel moeilijk. Nou, we gaan maar weer helaas door met de realiteit. Zo is het helaas eenmaal. Ik ga even een hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik ben net terug van het eten. En ik heb even lekker gegeten. En dan ga ik nog even computer. Ik weet nog niet of ik een livestream ga opnemen. Dat weet ik nog niet. Kijken we nog wel eventjes wat we doen. Ik weet het nog niet. Ik weet het echt nog niet. Dus we gaan het wel zien vanavond wat de avond gaat brengen. Nou, morgen ben ik ook nog even lekker dagje vrij. Ga ik even uitrusten. En ik ga misschien nog even kijken voor twee. Eén, zeker weten. En de tweede, weet ik nog niet zeker. Maar ik wil even een paar accu's gaan kopen. Batterijen voor mijn camera. Die kan ik dan meenemen. En ook wat extra batterijen. Dat is misschien wel makkelijk. Wow, terwijl de kolenfles omvalt. En ja, die heb ik gewoon nodig. Eén batterij is 1,5 uur film ongeveer. Maar ik wil wel een batterijpack extra hebben. Dat is wel makkelijk. Dus daar ga ik morgen even voor naar kijken. Maar vanavond gaan we eerst nog eens even lekker een beetje achter de computer zitten. En een beetje even op televisie kijken. En dan gaan we het, ga ik het lekker even lekker rustig houden vanavond. En dan zien we het allemaal wel. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels 11:15 ongeveer. En ik ben het zat. Ik ga lekker naar bed toe. Dit was ook de vlog van vandaag. Ik heb nog even een live stream chat gedaan met Joost. Dat ging hartstikke goed. En ja, ik had vandaag ook weer toch weer wat slecht nieuws ook gehoord. Ik ga niet inhoudelijk in op wat het precies was, maar het is aardig triest dat er altijd een hoop beloofd wordt en niks nagekomen wordt. En dat was vanavond ook weer zo. Ja. Het is gewoon vervelend dat als je dingen plant en dan zijn ze eerst nog heel erg enthousiast. En dan daarna dan ja, blijkt toch dat ze niet ja, dat je een hoop regelt voor ze en dat je een hoop regelt en dat ja, toen een hoop beloofd wordt en niks nagekomen wordt, toch weer aardig triest.
Je doet toch een hele hoop daarvoor en het wordt gewoon niet gewaardeerd, heb ik wel eens het gevoel. In ieder geval, ja, datgene die kan nog wel binnenkort ook nog wel eens een keer wat organiseren, maar ik ben dan ook niet thuis. Zo simpel is het. Moet van twee kanten komen en ja. Het is weer erg jammer dat de mensen weer je in de steek laten. En ja, wat moet ik er verder nog over zeggen? Het is gewoon triest. Maar ja, zulke mensen hebben er helaas bij. En ik heb me maar voorgenomen om het gewoon lekker te laten gaan. En geen aandacht meer aan te besteden. En wat dat betreft is bij deze ook voor mij het contact verbroken. Want ja, zulke mensen die kan ik missen als kiespijn, daar heb je gewoon niks aan. En ga ik verder ook mijn tijd niet meer aan besteden. Gewoon tijdverspilling is dat. Nou, ik ga in ieder geval slapen aan deze kant. Morgen ben ik ook nog een dagje vrij, dus morgen zal er ook wel weer een lekkere lange vlog komen. Ik zou zeggen, in ieder geval, voor de mensen, jullie weten het inmiddels. Doe dat blauwe duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op dit kanaal. Ja, ik kan het 100 keer zeggen. Maar doe het gewoon. Voor meer leuke video's. En aankomende video's om daarvan op de hoogte te blijven gehouden worden. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog, jongens. En volgens mij heb ik zo het gevoel dat er nog iemand aandacht wil. Oh, nou is die weg. Ja, ik moest even wat weghalen. En neem gelijk de benen. Deze meneer die vroeg aandacht. Deze meneer die vroeg aandacht. Wat ben je allemaal doen? Oep. Kijk, daar is die hoor. Daar haal je hem, mooi. Daar haal je hem toevallig. Nou, dit was in ieder geval de vlog, jongens. Doe dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op dit kanaal. Ja, de camera viel eventjes uit, dus bij deze. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op Pixel Tracks. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.